je geen idee wat je moet koken vanavond? Geen zorgen, want Hanneke de Jonge uit Zeewolde weet raad. Via haar kookblog culinea.nl weet zij maandelijks 125.000 thuiskoks te bereiken. Goedemiddag Hanneke. Goedemiddag. Ja, de grote vraag is natuurlijk, wat staat er vanavond bij jou op tafel? Nou, dat wordt een pizza met een hamburgerpizza, zeg maar. Een hamburgerpizza? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Gehakt. Ja? Gehakt op een pizza met lekkere cheddarkaas eroverheen. Dus als je geen keuze kunt maken tussen een pizza en een hamburger, dan maak je een hamburger. Combineer het gewoon. Maar dit is vast dan niet gewoon, hè? Jij maakte denk ik ook van een hamburgerpizza gewoon iets culinairs. Ja, tuurlijk. Wat zit er voor extra's nog op? Wat is dan je geheim bij zoiets? Ja, lekker wat uien erop. Gebakken uien, denk ik. En misschien een paprika. Dus ook wel wat groenten erop. Oh, kijk eens aan. Ja, dus ik breng hem lekker aan. En tienduizenden mensen die dit misschien dan zelf ook weer gaan maken. Want we hebben dus 125.000 mensen per maand die de recepten van jou opzoeken. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is een goeie. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met bloggen op Culinea. En inmiddels weten heel veel mensen mij te bereiken. En de meeste komen via Google binnen. Die googelen dus gewoon op een recept. Ja, op een recept of een ingrediënt. En dan komen ze bij mij binnen. Waar haal je nou zelf je inspiratie vandaan? Van uit eten gaan. Ik heb heel veel kookboeken hier staan. En televisie. En dan is het niet dat ik iets nakook, maar dan gewoon toch wel inspiratie krijg van als ik iets zie dat ik denk, oh ja, dat of dat kan je ook combineren. Nou Hanneke, nou zei je al, een paar jaar geleden ben je begonnen met culinea.nl. Maar daarvoor deed je eigenlijk iets heel anders. Ja, klopt. Ik ben jarenlang secretaresse geweest. Ja, en dat ging op een gegeven moment toch vervelen? Ik werd ziek. Toen had ik zoiets van, ik ga nu alleen nog mijn dingen doen die ik leuk vind. Ja, en dat is koken. Ik heb natuurlijk een horeca-achtergrond, omdat mijn ouders diverse horecabedrijven hadden. En ik ben ermee opgegroeid met lekker eten en drinken. Dus dat was voor mij een hele logische stap om dit te gaan doen. En jij kookt dus ook echt elke avond zelf? Want ik ben dus niet zo'n figuur. Nee, ik kook echt elke avond. Nou heb jij ook iedere keer een recept in de Zeewolde actueel. Waar houden Zeewoldenaren eigenlijk van? Hou je daar rekening mee? Ik doe van alles en nog wat. Soms krijg ik de vraag, mag het een beetje simpel zijn met weinig ingrediënten? Nou, dan doe ik dat. Maar ik ga gewoon met het seizoen mee. Welke producten, welke groenten er in het seizoen zijn, daar probeer ik zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ik denk dat ze het leuk vinden en lekker vinden. Dus, Nou lijkt het me wel, als je het hele dorp aan het koken krijgt met dat ene recept in die week, dat het overal uitverkocht raakt. Daar moeten de winkeliers er misschien allemaal wel rekening mee houden. Ja, want waar haal jij je meeste ingrediënten dan? Wel in de supermarkten, maar de groentes die haal ik echt bij de groenteboer. Maar zijn jouw recepten nou voor iedereen te doen of moet je wel een beetje al een basis hebben? Nou, het gaat van simpel tot wat uitgebreider koken. Ja, nou hebben schrijvers ook wel eens last van een writersblok, hè? En ik kan me voorstellen dat jij misschien ook wel eens af en toe een dag hebt dat je denkt, nou ja, ik weet het gewoon even niet. Nou, ik plan altijd wel een week vooruit. En heel af en toe heb ik geen inspiratie. En dan vraag ik mijn man, wat wil je eten? En dan is het meestal wel pasta. Ja. Ja. Dus dan wordt het pasta. Ja, zijn wij Nederlanders toch nog best wel van de stampot en zo. Wat vind jij nou een lekkere stampot? Ja, ik lust alles. Dus dat is wel heel vervelend. Ik vind alles lekker. Stampotjes, ja, heerlijk. Gewoon ouderwetse boerenkoolstampot vind ik ook lekker. Maar doe je daar dan nog iets bijzonders mee? Ja, meestal wel. Een beetje een twist eraan met een speciale pikante worst die ik er dan bij bak. Of een hutspot, die maak ik dan van zoete aardappelen en paarse wortelen. En dan doe ik er nog een rood pepertje doorheen en wat knoflook. Dan heb je een hele bijzondere hutspot. Ja, nou plan je de gerechten voor een week of de recepten. Ja. Heb je voor jezelf ook een planning gemaakt? Wat wil je doen in misschien de komende 5 jaar met je blog? Ja, dat is een goeie.
Dat zoveel mogelijk mensen stimuleren om te koken natuurlijk. Ja, en je zegt zelf van ik heb veel kookboeken. Ik denk dan meteen, is het dan niet je ultieme droom om zelf een eigen kookboek uit te brengen? Of hoeft dat van jou dan weer niet? Ja en nee. Maar ik heb zoiets, zit men daarop te wachten? Ik denk dat je wel iets met iets bijzonders moet komen. Want standaard kookboeken met standaard recepten, die zijn er natuurlijk al heel veel. Dus je moet, ik denk, ergens in specialiseren dan. En je zegt van, ik heb... we hebben het net over stamppotten gehad, maar... Precies, de snelle gerechten of de alle hutspot op een rij. Zoiets. Ja. Heb jij nou eigenlijk zelf een specialisatie of een gerecht waarvan iedereen zegt, die van Hanneke, die moet je doen. Dat jouw hit is, weet je wel? Wow. Wat veel bekeken wordt op de site zijn stoofgerechten. Vlees, sucadelapjes en dat soort ouderwetse gerechten. Die zijn hartstikke populair. Ja, dat is toch raar. Dat zou je toch eigenlijk van je moeder hebben moeten leren? Ja, maar ja, misschien niet meer. Ik heb ook wel heel veel verschillende stoofgerechten, hoor. Dus dat is, ik hoor meteen die inspiratie voor de kookboek. Allemaal stoofgerecht inderdaad. Stoofpotjes. Ja, en Hanneke, want mensen komen via Google bij je vaak. Dan kun je ook wel wat zien aan wat voor soort mensen dat zijn. Want die laten natuurlijk, daar kan je allemaal gegevens voor opvragen, hoe oud ze zijn en zo. Wat is nou een beetje jouw doelgroep? Het zijn toch merendeel vrouwen tussen de 25 en 45. Oké. Die dan, en gaan ze voor vaak iets exotisch? Van alles wat... Ja, en wat ik zeg, ze komen via Google binnen, dus ze kunnen ook van alles, wat ook heel, en dan denk ik, het is een heel simpel gerecht, zelf achar maken. Dat is dus ook heel populair. Van het Indische zuur? Ja. En dan denk ik, hoe simpel kan dat nou zijn, maar dat is dus heel populair. Nou, jij bent stiekem onze moeder op internet, denk ik. Dat soort recepten, dat krijg je... Dat durf je het eigenlijk niet aan je moeder te vragen, maar dan vraag je het even aan Hanneke via culinea.nl. Even Hanneke. Hanneke, dus vanavond staat er hamburgerpizza op de... Kunnen we dat recept gewoon even googlen en dan komen we op jouw site terecht? Ja, ik moet hem nog uitschrijven natuurlijk. Hè? En een mooie foto ervan maken. En dan staat hij deze week wel op de site. Heel goed. Nou, dan weten we wat we dit weekend in ieder geval kunnen eten. Dankjewel. Hanneke de Jonge uit Zeewolde. En haar blog die vind je natuurlijk op www.culinea.nl.